De Nederlandsche Bank en de Rijksuniversiteit Groningen zijn traditioneel sterk met elkaar verbonden. Zo is de huidige president van de Nederlandsche Bank, Klaas Knot, tevens hoogleraar Economics of Central Banking aan de rug. Knot is enthousiast over de wisselwerking tussen economische wetenschap en financieel beleid. In mijn werk spelen economische modellen een belangrijke rol. Monetair beleid is namelijk per definitie vooruitkijkend. Dus dan zul je een beeld moeten vormen van de toekomst. En dat doe je het liefst op zo gestructureerd mogelijke wijze. Dus het gaat bij modellen niet zozeer om de precieze vergelijkingen, maar het gaat er wel om dat je de relaties gestructureerd en systematisch in kaart brengt. En modellen stellen je daartoe in staat. Het nadeel van modellen ligt eigenlijk in het verlengde van het voordeel. Het voordeel is dat het je veel structuur geeft, maar het nadeel is dat dat kader soms ook wat te stringent kan zijn. En dat speelt zeker een rol bij omslagpunten van de economie. Dan komen ook zaken als intuïtie, ervaring en wellicht zelfs gevoel in beeld. Klaas Knot vindt het belangrijk dat het beleid van de Nederlandse Bank op de economische wetenschap is gebaseerd en dat de wetenschap goed kijkt naar de praktijk. Idealiter is er sprake van een wisselwerking tussen economische wetenschap en economisch beleid. Enerzijds hoop je dat de economische wetenschap zich laat inspireren door de vraagstukken zoals die opkomen in het economisch beleid. Anderzijds hoop je dat het economische beleid zich laat informeren door de meest recente inzichten uit de economische wetenschap, zodat we daardoor ook een beter beleid kunnen voeren. Ik denk eigenlijk dat mijn eigen proefzetonderzoek destijds een concreet voorbeeld daarvan is. Ik heb onderzoek gedaan naar de impact van begrotingsbeleid op financiële markten. En bijvoorbeeld in de recente financiële crisis hebben we gezien dat de kredietwaardigheid van overheden onder druk kwam en dat ook een enorme impact had op de financiële markten. Om goed beleid te kunnen maken, moet je vooruitkijken. Wat zijn de vragen die de economische wetenschap over 30 jaar beheersen? Zo ver vooruit kan ik deze vraag niet beantwoorden, want 20 of 30 jaar vooruitkijken, dat is koffiedik kijken. Maar ik kan wel zeggen dat de komende jaren de economische wetenschap zich zeker bezig zal moeten houden met de wisselwerking tussen de financiële sector en de reële economie. We hebben gezien in de financiële crisis dat voorafgaand aan die crisis in de reële economie er eigenlijk niets aan de hand was. Dat het leek dat we op een heel gestaag en houdbaar groeipad zaten. En plots kwam daar, als het ware uit het niets, de financiële crisis. En iedereen heeft onderschat de impact die die financiële crisis op de reële economie heeft. Die wisselwerking tussen financiële instabiliteit en de economische ontwikkeling, groei en conjunctuur, daar zullen we veel beter de vinger achter moeten krijgen.